Vanavond in Overtreders. Opgefokte toestanden in Amsterdam. Yes, sir, as you touch me, I'm gonna fucking punch you. Listen, relax, relax. Een heterdaadje in Leiden. Ik word er net moe van. Als ik iets niet gedaan heb, dan ben ik wel op angst gebroken. En op Schouwen-Duivenland gaan de handen uit de mouwen. Schandus. Oh, dat gaat er wel. Rechts, rechts, rechts. Direct het fietspad op. Fietspad. Rechts. We beginnen in Amsterdam, waar handhavers Frans en Aniel samen met collega's afgaan op een nogal aparte melding. Staat er daar iets eentje met een ouder op zijn rug? Ja, nou. We hadden net gegeten en we kwamen net van ons terrein af. Toen kwam er een fietser voorbij en die zegt in de Nieuwe Aalburgstraat staat een man met een samurai-mes te zwaaien. Wij snel naartoe. Goedendag. Goedendag. I'm not drinking. Yes, but come here. What's why? Ja. Put it down. Put it down. Put your back down. Oké. Het is plastic. Nou, die is wel echt, hè? Die heeft dan iets. Nou, het is niet. Het is wel staal. Het is wel staal. Ja. Ter plaatse zagen we inderdaad de man met twee samurai-zwaarden in zijn rugzak op zijn rug. Dit is vroeger niet. I bought that. Ja, but it's not allowed to wear that with you. It's not allowed. Is it? Okay. Put your hands on the weapon, even. Put your hands on the fence. Yes, ik ga politie maar halen, hè? Ja. Meldkamer hier, de 1139. Ik sta in de Nieuwe Aalburgerstraat. Ter hoogte van perceel nummer 114. Ik heb een man staande gehouden. Die stond met een samurai zwaar te zwaaien. Ik wil even graag politie erbij hebben. Hij is niet vastgevangen. De politie is onderweg. Oké, mooi. Naar Grivaito. Oké, mooi. Ja. Je bent vast system. Je bent vast. De laatste is Robin van. Hier. Ja, I'm not criminal. I know I treat me like a criminal. Oké, you stay here. And... Why? Hey. Why? Ask why? Kijk, op afstand blijven, jongens. Why? Because I have a wine and I have a sword. There's a fucking souvenirs. There's no weapon even. Okay. Take a look. Okay. Take a look in the central. Prostitution, drugs. You are looking for me? I don't think so. You are get wrong person. There is no for you. People make complain about you. They about tell us, me. Yes, they're afraid for you. That's why we're here. Afraid of me? Yes. Do you understand that? People are afraid for you with that. Is that allowed in Amsterdam? Je hebt hier al een mesje verbod. En is dat gewoon niet toegestaan. Je mag wel, want je kan zo kopen gewoon als in een souvenirswinkel. Maar dan moet je ze gewoon ingepakt in je tas hebben. En je moet er niet gaan mee lopen zwaaien in Amsterdam. You are not even police. You are too afraid to be. Okay. You are not looking for a real gangsters. You are looking for like me, fish. Small fish. You have to begin. Yeah. Yeah, it's good to catch small fish. Yeah. We have to start with that. No. The small one. You then. Are not. You not gonna catch. Never big fish. Maybe your wife is calling to you for a dinner or something. No, you're being filmed. Ah. You are not army. I was in army. I was in Afghanistan. I know how to kill people. Easy for me. They pay me for that. In Poland. Intimiderende opmerkingen. De handhavers blijven er kalm onder als ook de politie arriveert. Goeiedag, meneer. Hi. I speak English. Sorry. English. Do you have a passport? No. ID card? I have some copy of yeah. Where is it? I'm not criminal. No, no, where is it? In a backpack. In your backpack. I'm gonna have a look. Okay? Gewoon trekken, ja, kijk, ze zijn niet scherp, maar ja, je kan er wel. Maar je hoort er niet mee te zwaaien in de straat. Nee. Ja, hetzelfde. Een plekje bier en zo. Dit is mijn sword.
Yeah. Your ID is in your bag? Yeah. Yeah, okay. I'll go check, yeah? On the back. I will show you. No, no, no. You can search yourself himself. To się tak naprężyłeś, kurwa. Nie. Achteruit. Jeszcze raz. Okay, even there, Mark. Kom. Jeszcze raz. Even relax. Even relax. Jeszcze raz. Jeszcze raz. You touch me, I'm gonna fucking punch you. Listen, relax. Relax. Listen. Mark, neem even afstand. Even afstand. Even afstand. Many fights I win. Listen, look at me. You are not fighter. You are not even... Listen to me. You are not even man for me. Fucking... Neem even afstand, man. Er nog mensen in. Ja, nee, precies, ja, tuurlijk. Don't do it. Ja. Oké, relax. I'm sorry. Relax. 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 Ja, ik ga kijken. 11:30, dus alles nog rustig daarover. Ja, meldkamer, politie is te plaatsen, alles onder controle hier. Ja, oké. Heel fijn aan te horen. Tot straks. 11:35. Not criminal. I know, but relax. Why are they touching my things? Only searching. Wait. Wait a moment. I'm not... Listen yes, to me. Yes, relax. Listen, relax. Wait. Maar jullie nemen nou gewoon in beslag? We nemen die dingen in beslag en we gaan hem 24 geven. Ja, oké, dat is top. Nou, tof. When you're living on the street, people try to steal everything from you and they try and even kill you. Yes. So... So I... You try to protect yourself? Yes. Ja, klopt. Nobody fucking can touch me. Ja. That's the swords. That's why you are... You buy the sword. A little bit, yes. A little bit, yes. Romania, when you're sleeping, they take your back and one guy, the Morocco, they keep his head and one his fucking... Patrick bedoelt hij. Rip his fucking ear. Patrick. Patrick, ja. Dat bedoelt hij. Happened with Patrick. Patrick. Yes. You know we him. Know. We heard. I we know see him too. Every day. Who do that? Yeah. Animals. Animals, criminal. Some animal too. I have a bigger knife than them. So. I don't want my... Zo, het is... Hij loopt wel met een bepaalde reden. It's not easy. Fucking easy. Met behulp van een tolk, via de telefoon, bespreekt de politie alles met de man. Nou, zou je in ieder geval aan meneer willen vertellen dat wij die samurai zware in beslag gaan nemen? Nee. Nee. Oké, nou, dat gaan we wel doen. Oké, dobra. Zgadzam się na to. Nale... Oké, en we gaan meneer een 24 uur verwijderingsbevel voor het centrum geven. Kto mnie będzie bronił, jak nie będę miał mieczy? Niech pan to przetłumaczy. De zwaarden zijn in beslag genomen. De zwaarden die worden gewoon vernietigd. Die krijgt hij niet meer terug. I go to the West Park and the black. My brothers give me again bigger one. Oké, okay. I'm gonna give you this, yeah? Of course. Until tomorrow, 8:10. Yes. You can't be in the center. Disappeared. Yeah? Thank you. Okay. Have a good evening. En meneer heeft een gebiedsverbod voor het hele centrum gekregen. Good evening, you can go. Bedankt, heren. We have to. Yeah, we are going. Yeah. Oké, hey, dankjewel. We gaan jongens. Yes, fijne avond. Ik haal het even in. Ja. Bedankt, hè. Hoi, hoi. Good luck in the forest. De man moet nu dus weg uit de binnenstad. Zonder de zwaarden is hij geen gevaar meer voor de medemens. Door naar Rotterdam, waar RET-handhavers Remco, Remy en Fred controleren bij de tram. Veel reizigers zonder vervoersbewijs verraden zich vaak al door hun gedrag wanneer ze de handhavers zien. Remco pikt ze er zo uit. Hallo meneer, ik zie u niet uitchecken. Ik heb dit geprobeerd, maar dat niet. Nee, maar dat betekent dat u niet bent ingecheckt. Nee, helemaal doet niet. Nee, maar als je daar niet mee bent ingecheckt, heb je geen geld vervoersbewijs. Hallo. Daarna doe ik het. Maar die moneycard heeft geld deze, maar dit niet. Dat geloof ik wel, dat er geld op je bankpas staat. Ja. Maar die kan je niet gebruiken om in of uit te checken. En dat zei het apparaat ook, die gaf een fout aan. Ik gebruik het met dit. Dat kan, maar het viel mij ook op dat u bij de achterdeur stond waar wij stonden. Dat u gelijk naar voren liep.
Daarom ben ik met hem mee naar voren gelopen. Daar zie ik u niet uitchecken. Nee. Ik heb geprobeerd, maar dat doet niet. Nee. Nou, dat betekent wel dat u met de trein heeft gereisd zonder geldig vervoersbewijs. Dat u daar een bekeuring voor gaat krijgen. Okay. Meneer, de bekeuring bedraagt €54,50. U mag hem ook gelijk afrekenen, dan is die €40. Wilt u daar gebruik van maken? Ik ga nu afrekenen. €40 is dat binnen. Ja? Ja. Is goed. Pak ik een apparaat bij. Ja, hij is gelukt. U krijgt van mij een betaalbewijsje. Dus kunt u ook nog 2 uurtjes mee reizen als u wilt. Alsjeblieft. U bedankt voor de medewerking en toch nog een fijne dag. Ook bij de volgende tram is het al snel weer raak. Toen wij achterin instapten, zagen wij 2 dames. Die wilden naar buiten toe. Dus we hebben gevraagd om het kaartje even te controleren. Het bleek dat 1 van de kaarten was ingecheckt. Maar die was pas op de halte ingecheckt waar dat ze uitstapten. Dus dat hadden ze waarschijnlijk gedaan omdat ze ons zagen. Ja, voor u geldt hetzelfde. Daar gaat u wel een bekeuring voor krijgen. En u mag gelijk afrekenen, is die €40. Ik kan hem ook naar huis opsturen, is die €54,50. Nou, als ze hier ook werkt? Ja, dat is prima. Dan stuur hem naar huis op. Ja. Ja. De andere dame was helemaal niet ingecheckt. Dus beide dames hebben van ons een bekeuring gekregen. Zij hebben ervoor gekozen om de bekeuring gelijk af te rekenen. Dan betalen ze maar €40 in plaats van €54,50. Heeft u nog vragen? Nee. Nee. Fijne dag. Oké, goed. Fijne dag nog. Ja. Hoi, zou ik even je kaartje mogen controleren? Dank u wel. Dus, wie van jullie was er allemaal niet ingecheckt? Halte Noorderbrug. Ja, die is niet goed. Wat wil je? Nou, je checkt pas net je kaart in, dat is niet goed. Ik trof in de tram een groepje jongeren. Die waren allemaal niet ingecheckt. Toen ze ons zagen instappen, raakten ze misschien een beetje in paniek. Wilden ze alsnog inchecken. Dus ik zou voor jou graag een identiteitsbewijs willen zien. En van de mensen die net incheckten ook. Ja, dankjewel. Dus ik heb de jongens staande gehouden. Identiteitsbewijs gevraagd. En gelijk wat collega's erbij geroepen, zodat we het snel konden afhandelen. Ja, je krijgt een bekeuring dat je niet was ingecheckt. Die bekeuring kan gelijk worden afgerekend, dan is die €40. Zeg je, nou, dat wil ik nu niet, dan kan ik hem naar huis opsturen. Dan is die €54,50. Je kan niet één keer per jaar kwijtstellen? Nee. Is dat een jouw keuze voor slecht om betalen? Dat is alleen een NS, jezus. Helaas. De keuze is aan jou, wat je wil doen. Ja, die geef ik alvast terug, alsjeblieft. Wil je ook gelijk betalen? Ja. Alsjeblieft, kaartjes geldig om 2 uurtjes op te reizen. Ja? Ja. Had jij nou als enige wel ingecheckt? Ja. Oké. Kut, sorry. Ik heb ook gewoon weekend af. Zo teringstom. Ja, mag je dan niet gewoon alsnog je kaart laten? Heb jij je overchipkaart bij je? Nee, gaat die vlieger niet op. Ik heb een foto ervan. Kijk, als jij je overchipkaart bij je hebt met een geldig abonnement, maar je bent vergeten in te checken, dan kan je gebruik maken van de coulance-regeling. Dan kan die bekeuring komen te vervallen. Ik heb een foto ervan. Heb jij dat ding? Dat gaat niet. Je kan niet aan de hand van de foto kijken wat er op die kaart staat. Een van de jongens gaf aan dat hij wel een geldig abonnement op zijn overchipkaart had staan. Maar daar had die kaart niet bij, dus ik kan op dat moment dan niet controleren of dat hij daadwerkelijk dat abonnement heeft. Hey, we gaan er weer vandoor. Fijne dag. Nee, we zijn gewoon de tram aan het controleren. Als je een OV-kaart hebt, dan moet je die natuurlijk wel meenemen. Door naar Leiden, waar handhavers Johan en Michael fietsend door de stad gaan. In een park is het wel heel druk. Ja. Ja, in zicht. Er is wel heel veel teringzooi. Leiden is een studentenstad. Leiden is wel een stad waar heel veel oude huizen zijn. Waar je geen tuin hebt als je niet buiten het centrum woont. Dus gaan mensen dan doen in de zomer. Die gaan lekker naar het park. Wat ook helemaal goed is, hè? Daar zijn parken voor. Moet je ook lekker doen. Maar moet natuurlijk wel netjes en met respect voor de omgeving en voor de bewoners die hier wonen. Je moet er niet natuurlijk overlast bijna niet te voorkomen, maar niet te veel overlast van hebben. Het is wel een grote groep, alleen die praten druk en dat maakt het geluid. We gaan in ieder geval even aanspreken, maar de situatie gezien het weer begrijpelijk. Ja, duidelijk. En hoeveel man schat je in totaal? Met andere groepen ook bij? Ja, 50 à 60 personen. Goedenavond, hallo! Zijn jullie van de studentenvereniging? Nee. Niet? Maar jullie horen bij elkaar allemaal? Ja, wij zijn erbij.
En alles wat hier omheen staat? Hoort niet bij ons. Hoort niet bij, hoort niet bij jullie. Oké. Okay. Jullie ruimen het allemaal netjes op? Ja. Top. Ik ben de rest van omheen staan. Jij bent? Ik ben van de rest. Van de rest, oké. Okay, maar we krijgen namelijk klachten van andere mensen die daar wonen. Over het geluid, over de rotzooi. Kijk, dat vind ik helemaal top dat er. Nee, maar we hebben ook heel veel zakken mee, ook, dus dat precies weer. Ja, superleuk. Ben je jarig, of niet? Ja. Ja? Ja. En waar ben je voor je verjaardag? 22. Top, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, als ik hem opzet, sta ik een beetje van. Je mag hem op. Ja? Ja, okay. Natuurlijk. Kijk. Ja. Kan het zo? Ja. Moeten we even zingen? Nee, nee, dat hoeft niet. Nee, jij bent jarig. Ja, maar dat maakt niet uit. Oké, dus. Maar goed. Maar okay, nou, ja, hoor. Ik krijg zo'n klachten. Maar over wat? Over het geluid? Ja. Ja, nou kijk. Dat je aan het praten bent als op een gegeven moment 50 à 60 mensen zo. En iedereen is aan het praten. Ja, dan maakt dat geluid. Ja. Is dat verboden? Nee. 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 En eigenlijk ja, is dat om deze tijd nog te doen. Ja, het is nog steeds 8:30. Na 10 wordt het wel een ander dingetje. Ja. En waar mensen naar kijken en waar ze heel vaak boom voor zijn, is van dat er heel veel van die troep achtergelaten wordt. Ja, nee, ja, nee, dat maar, we hebben sowieso ja, veel bij jou ja, mee, ja, dat is wel. Ja. Inderdaad, wat u nu ja. hopelijk ook ziet, is dat het gewoon wel. Ja. Wij zorgen in ieder geval voor vuilzakken. Maar ik kan u wel beloven dat wij gaan sowieso. Ik noteer even dat ik jou gesproken heb. Ik maak even een waarneming van. Ik maak een foto. En ik zeg er even bij dat ik jou gesproken heb. Als het niet oké is, dan ga ik wat verbinden. Oké. Okay. En dan maak ik even een mooie foto. Kunnen we niet een selfie doen? Hè? Kunnen we niet een selfie doen? Met jouw telefoon? Nee, ik bedoel met deze camera. Oh, ja. Dat is toch veel leuker? Ja. Nee, mag het niet? Met blikjes bier in de handen, wat films ja, is. Ja, niet een officiële waarneming. Dat is geen sterk plan. Ja, maar dat was wel leuk geweest. Een grote groep hebben we afspraken meegemaakt dat ze het netjes achterlaten hebben. Als het niet vanavond netjes opgeruimd is, dan hebben we nu jullie naam. En dan, ja, dan krijg jij daar de bekeuring voor. Dus dan lopen we dat een beetje die druk toch wel iemand doet, de groep doet aanjagen. Dat het opgeruimd wordt. En we hebben al het deel laten opruimen. Want ja, op zich is het natuurlijk helemaal niet nodig om alles zo op de grond te leggen. Ja, de melding was van collega's dat zij hem hierin aangelopen. Ja, als iemand in zijn eentje naar zo'n bosje als dit loopt, ja, dan doe je dat meestal niet om moestuintjes te bekijken. Blijf staan. Sorry? Blijf staan. Wie is die? Ik kan gewoon Nederlands hoor. Ah, ik kan gewoon Nederlands. Oké. Okay. Hij wordt hier gebeld door zijn vriend. En waarom weer met mij? Ben je aan het doen dan? Ik was aan het kijken. Aan het kijken, waarnaar? Hij schreef het net. Ik ben aan het afgebouwen. Ja, die zijn mooi, hè, die volkstuinen. Collega's hebben het gezien en Johan weet dat het een populaire plasplek is. Voldoende aanwijzingen dus. Het geeft wel vaak overlast, dus. Er is geen overlast, ik was gewoon aan het kijken. Ja. Niet heel geloofwaardig toch? Vind je zelf wel? Heb jij gezien dat ik iets verkeerd heb? Ja, mijn collega's wel, ja. Wat hebben ze gezien? Ja, dat je aan het plassen staat. Als je zelf dat verhaal nou zo hoort, vind jij dat dan geloofwaardig voor ons of niet? Dat je zeg maar, je zit hier dan hè, met z'n allen te drinken en gezellig te hebben. Ik heb dat je dan. Nee, nee, luister. Laat me even uit. Half maar. Dan mag jij daarna even jouw verhaal doen. Lijkt het voor jou aannemelijk dat als je daar dan de hele tijd zit. Ja, je bent wat aan het drinken, je bent wat aan het doen. En je loopt in één keer vanaf daar hier naartoe in de bosjes. En dan met de reden alleen om te kijken wat daar is. Ja. En dat mijn collega's zeggen, je loopt de bosjes in, je staat te plassen. Ten eerste, niemand van jullie heeft mij zien plassen. Nee, oké. Lijkt me sterk. Nee, maar ten tweede, feiten, omstandigheden en een redelijk vermoeden van schuld is genoeg. Ten tweede, ja? Ik heb al geplast en dat deed ik tegen dat huisje daar aan de overkant van het water. Oké, maar dat mag ook niet. Dat mag ook niet, maar. Maar goed. Maar snap je dan dat het dan een redelijk vermoeden is dat je dat wel aan het doen bent en dat je daarop aanspreekt? Er is een redelijk vermoeden. Ja? En feiten en omstandigheden? Want? Nou ja, je feit is dat je hier naar binnen loopt. Dat doe je, ja, heel onaannemelijk dat je hier naar binnen loopt om te kijken wat er is, toch? Of niet? Waarom het is voor ons, het is een feit dat het voor ons een overlastlocatie is. Schrijf maar een boete aan. Nee, maar ik. Ik vecht hem wel aan. Oké, prima, maar ik leg het je alleen uit. Ik heb niet gezien of ik wel of niet geplast nee, zou hebben. Maar ik probeer alleen uit te leggen waarom je aanspreekt. Ik heb ook niet gezegd dat je een bekeuring krijgt, hè? Nee, maar. Ik word er een beetje moe van. Want als ik iets niet gedaan heb, nee, ben ik er wel op aangesproken. Ja. En als jij zegt dat het niet aannemelijk is, dan ja, ik gewoon kijken. Bedankt voor hoe de info. Hoe staan hier erachter? Ja, oké. Okay. Nou, meneer houdt stug vol dat dit niet doet.
Nou, we hebben natuurlijk niet daadwerkelijk de daad gezien. Maar ja, goed. Ik denk dat we, als iedereen die dit ziet op tv, dan wel ook wel met ons mee eens is dat meneer er eigenlijk gewoon stond te wil plassen. We hadden het erover. Er waren hier maar meisjes. Dat in het ik vind het zo knap dat je zelf niet in de lach ziet. Echt super gaaf. Ja, talent. Nee, misschien komt dat omdat het ja. Klopt. Nee, ja, maar ik probeer alleen maar uit te leggen, hè, dat het toch eigenlijk, dat verhaal wat je vertelt, eigenlijk heel ongeloofwaardig klinkt. Hè? Dan laat ik het dan zo zeggen. Daarom gaan we even controleren wat, en dan zoeken wat je aan het doen was. En dan kom je er een keer eruit lopen. Of bij andere dingen. Ja, ik weet waar je het doet. Ik heb daar gekeken. Je kan dan gaan kijken of er een plas ligt. Nee, de gemiddelde burger die hier gewoon aan het chillen is, langzaam rond de burger, je weet helemaal niks van Leiden. Je komt niet eens uit Leiden vandaan, of wel? Want? Komt u uit Leiden? Nee, ik tref hier, ik werk hier al heel lang en ik kom ik heel vaak hier langs. Er worden dingen aan mij gevraagd en ik heb Wat is de relatie of ik wel of niet uit Leiden kom? Omdat u niet weet dat hier achter een moest staan. Natuurlijk weet ik dat. En dat ik gewoon. En hoeveel mensen denk je dat ik hier uit zie komen lopen die daarna moest uitkijken? Ik denk dat je dat nooit zoiets hebt gehoord. Daarom is het ook heel ongeloofwaardig. Daar hadden we het erover. En ik loop erheen. Ik zie dat daar. Ja, maar wat zie je dan door dat hek? Je ziet toch helemaal niks? Nee. Nou, waarop, joh. Ik vind het een heel mooi verhaal, maar wel ongeloofwaardig. Als ik dan die moestuin wilde bekijken, was ik daarheen gelopen. Gaan we op die manier uit elkaar? Ja? Via Trigion zie je veel meer. Zie je veel meer. Dag. Jongen. Dus ja, eigenlijk alle feiten bij elkaar geven ons dan wel een redelijke de feiten en omstandigheden en ook een redelijk vermoeden van schuld. Ondanks alles komt de meneer weg met een waarschuwing. Terug naar Amsterdam Centraal Station, waar handhavers Frans en Aniel surveilleren op en om het stationsgebied. Op een bekende hangplek zit een onverzorgde jonge man die ze niet echt kennen. Ken je hem? Ik dacht zijn idee weten. Dat was die gozer die daar stond. Ja, maar van de week was hij ook achter. Hij loopt hier met dezelfde kleding. Ja. Even kijken of iemand hem even gaat natrekken. Man. Tijdens de surveillance zien we een man hier zitten. Die we vorige week ook al tegenkwamen. En hij maakte best wel een verwarde indruk. Dus in het kader van de hulpverlening zijn we toegegaan. Goedendag. Alles goed? Yes? Do you need help? Moet even Ellen. Heb jij het nummer van Ellen? Volgens mij zit hij. Ik ga met hem even. Last week we saw you there on the water side. Yes? And this is for the whole week. You are in the same clothes. You was behind the station, walking. You don't have ID with you. You have ID with you? No. Where you come from? You last time you speak French. Yes, France, you from France? Nou, ik heb hier ook eentje die zo binnen was. And do you have ID with you, paper, something? Ik heb ook niks bij, zeg maar. Nothing. Vorige week had ik hem ook al. Oké, oi. Ze is even bezig met een andere verwarde persoon bij de tramhalters, dus ze komt er aan. You write your name, first name, family name and your birthday, yes? No. Your autograph with your birthday. When your birth? January, February, March? April. Nou, your birthday. Heel moeizaam hebben we geprobeerd het idee te achterhalen. Nou, het is niet gelukt, politie erbij. Had je al iets van gegeven vannacht? Ja, heb dit opgeschreven. Waarschijnlijk is het zijn voornaam. Ja? Maar een A misschien. Misschien is het een A. Ja, maar op geboortedatum, voornaam, ik weet niet. B.O. Sir, where is place of birth? Place of birth. In Frans? No, Frans. Place of birth. Which country you come from? Algeria. Algeria? Oké, Algeria, Algerije. Ah. Spreek iemand Frans? Spreek je Frans? Ja, die heb je net gesproken. Hij heet Frans. Jij heet Frans? Nee, ik heet Frans. Dus, Is it right? I'm not Frans. No, this. Is your family name? Nee. And this is your first name. You have only one first name? Hij komt niet meer met een andere voornaam. Ja, daar komt hij ook niet uit. Komt niet in het systeem voor, ik weet niet of hij goede gegevens geeft. Jij Frans?
Nee? Dat zeg ik. Nee, we hebben vorige week zaterdag. Ja, gisteren was hij ook... Ja, maar vanaf zaterdag dezelfde kleding. Hij stond toen daar op heel gevaarlijk bij het water. En eergisteren was hij op IJboulevard en hij komt uit Algerije, zegt hij. Spreekt Frans. Hij schrijft dit geboortedatum, maar hij komt er nu uit. Tolkenlijn bellen. Er wordt gebeld met een Franse tolk. Maar al snel wordt duidelijk dat dat weinig zin heeft. Het ligt aan het boekje. Daar schrijf je veel netter. Ja. Arabisch, denkt u? Het is niet te verstaan, meneer Brecht. Arab. Oké, nou, in ieder geval bedankt voor uw tijd dan. Ja, graag gedaan. Doei. Ja. Zeg dat hij Arabisch spreekt, geen Frans. Een volgende hulplijn wordt ingezet. Ik heb hier een Afghaanse meneer. We hebben het al geprobeerd met een Franse tolk wat vragen te stellen. Maar daar komen we niet echt uit. Zie jij hem even wat vragen aan te stellen? Hij heeft net al zijn naam opgeschreven. Wil jij vragen hoe lang hij al in Nederland is en wat hij hier doet? Ja, is goed. Heb je nog plaats voor je gezien? Ja. Oké, Sagan. Hallo? Hallo, Sagan. Salut. Salut. Salut, Hangelam. Hangelam. Hoe is het? Zou je dat hebben voor Hollanda? Hollanda, maar niet mezelf. Ook met een Arabische tolk komen ze niet veel verder. Mijn voorstel zou zijn om hem wel gewoon aan te houden. Niet meer voor het tonen van een ID-bewijs. We kunnen nu onmogelijk zijn identiteit vaststellen. Misschien is het ook wel interessant nog voor de AFIM. En dan naar de Burgwallen, Rogissen. En dan kijken of daar misschien wat uitkomt. Dus. Op het politiebureau zijn er meer mogelijkheden om te kunnen achterhalen wie meneer is. En daarom moet hij dus mee. Ja. Hoop dat hij straks met vingerafdruk of zo, dat er misschien wel wat uitkomt. In elk geval, de eerste stap is gezet richting hulpverlening. Want we willen echt weten wie het is. En daar start de hele hulpverlening mee. Nou, succes hè. Als duidelijk is wie meneer is, dan kan er gekeken worden of hij hier legaal is of wellicht hulp nodig heeft. Dat traject zal de politie verder oppakken. In Rotterdam controleren RET-handhavers Remco, Fred, Remy en Wienot in het metrogebied. Onder de ogen van het RET-kwartet duwt een reiziger zichzelf door een poortje heen. Niet slim. Hey, goeiedag man. Dat ik even je kaartje mogen zien. Dat betekent wel dat je 2 bekeuringen gaat krijgen. Eentje voor het niet hebben van een kaartje en van het openduwen van het poortje. Ja? Mijn collega vraagt of je je handen uit je zakken wil halen, even eruit. Ja, zo. Je bent geboren in Frankrijk? Nee. Ben je geboren in Frankrijk? Waar ben je geboren, in welk land? Campagne-Moyen. Sorry? Ik nee, je understand. Which country are you born? Yeah, France. So you're born in France? That's what I'm asking. Do you have a reason why you didn't have a valid ticket? No money. No money. And the reason why you opened the gate? Come on in. Your ticket? Ik heb 2 personen vanaf metro Koolhaven niet ingecheckt bij de lift, over. Hoeveel minuten? Even kijken, hij komt nu binnen op het dijkzicht. We kregen een melding van de camera toezicht dat op Koolhaven een persoon... Nou, opvallende gele fluoriserende jas en blauwe broek was gegaan naar boven met de lift zonder in te checken. Achterste rijtuig ingestapt, ongeveer de derde deur van achterover. Nou, een zwarte broek die hij aan heeft en een soort van geel fluoriserende werkjas over, dus dat moet opvallen. Goeiedag, heer. Goedendag. Zou u even daar ook willen staan, alsjeblieft?
Ik moest er even nog weer staan. Ja, ja, ga je gang, ga je gang. Je mag doorlopen, hoor. Ja, is goed. De man is geen onbekende. Al eerder werd hij gesnapt. Ja. Oh, geef ik iets te veel? Ja, dat is de bonuskaart die u geeft. Ja. Daar ben u niet mee ingecheckt, denk ik. Nee. 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 Daar ben u ook niet mee ingecheckt? Nee, maar ik heb geen kaart. Oh, zeg dat dan gelijk. Ja. Ja. We hadden twee, hè? Remy. Oh. Jan. Nog één. Waar is je mattie? Ah, die is al weg, denk ik. Ha, kijk even. Hij was niet alleen, hij was samen met een vriend van hem. Maar door de drukte hebben we zijn vriend niet kunnen staande houden, maar hem wel. En hij ging ook zelf zoeken naar zijn vriend. Hij zegt, mijn vriend is al weg. Hij is al lang gevlogen. Wilt u het zelf vertellen of moeten wij gaan navragen wat u heeft gedaan? Je hebt me bij, hoe heet het daar zo, Koolhaven gezien dat ik niet incheckte, toch? Dat was het, toch? Ja, ja. Soms ja. Doen ze die lift ook weer naar beneden laten gaan en zo. Maar ja, ik kan wel vertellen wat er aan de hand is. Ik zit anderhalf maand zonder werk en dan de ene keer wel doordracht 50 euro. Dus ik had geen geld meer, dus het houdt even op met inchecken. Dus. Dan weet ik dat ook. Dat is gewoon even. Ik heb pas nog recent een foto laten maken. Wat? Bij ons of bij... Bij het politiebureau. Oh, ik dacht voor dit. Ja. Ik had een akkefietje met stadstoezicht. Stadstoezicht? Ja, die probeerde mij staande te houden zonder reden. En geweld gebruikte. Toen heb ik geweld gebruikt om hun dat deden. Toen heb ik ze eigenlijk zelf staande gehouden. Ja, of liggend gehouden. Toen kwamen er 7 busjes, 10 agenten op mij. 10 agenten op mij en nog mijn handje. Wie is voor die? 6 juni moet ik voorkomen. Dus wie ging die staande houden? En toen hield ik stadstoezicht zo vast, ja? Bij zijn broek zo. Ja? En ja, altijd stoeren met handboeien. En, weet je wel, ik zat er gewoon op te wachten. En eindelijk hield ik zo zijn broek en ze zei, laat hem los, laat hem, zijn collega's en zo. Agenten erbij en trek heel zijn broek uit en stond in zijn onderbroek. En er viel alles snoep uit. Nee. En 6 uur moet ik voorkomen, voilà, van mijn kind. Wanneer is dat gebeurd? Pas afgelopen, maar ja. Ik ga YouTube kijken. Ja, het is wel gefilmd, dus ik wil het zo op Facebook zetten. Wat denk je? Dat is wel fijn. Nou ja, maar dat was het toch? Ik ga het snel weer wat verdienen, dan kan ik weer netjes betalen. Daarom. Nou, doe rustig aan. Ja. Je staat toch onder met alles onder één hoop. Nou, dat komt goed. Ja. Terug naar Leiden. Handhavers Michael en Johan nemen een kijkje op het busplein vlakbij Leiden Centraal Station. Auto's zijn daar niet welkom, maar menigeen negeert de gebodsborden die er staan. Mag u niet rijden, meneer? Oh, ja. 2 borden. Moet er maar even hier. Goeiedag. Sorry, ik heb niet opgelet. Mijn hartstikke mijn fout. Ja. Nou, dan zou ik zeggen, de reden dat ik u staande hou is... Maar u heeft het zelf al gezegd. Ik ben terug uit het buitenland. Ja. Even. Snap ik. Maar daar helpen borden u bij het herinneren ook, hè? Ja, maar sorry, nogmaals, ik heb niet opgelet. Nee. Snap ik. Ja. Maar waar moet u naartoe dan? Zuid. Zuid? Ja. Maar hier kunt u sowieso niet naar Leiden-Zuid. Want dit loopt gewoon dood, daar mag u niet in. Zeg, heeft u wel een rijbewijs? Ik ga wel even kijken hoe of wat. Iets van een identiteitsbewijs? Iets waar uw naam op staat? Bankpas. Nee, dat is geen identiteitsbewijs eigenlijk. Iets van een ID, paspoort, rijbewijs? Pas in mijn telefoon. Helemaal niks. Shit. Staat de auto op uw naam? Op mijn naam, dus. Via het kenteken wordt de identiteit van de bestuurder achterhaald. Dat is wel een tijdje zo al, hoor. Ja, ik weet niet hoe lang u in het buitenland bent geweest. Sorry? Ik zeg, ik weet niet hoe lang u natuurlijk in het buitenland bent geweest. Zeg, maar, dat ben je al jaar. Oké. Toen was het al wel zo. Ja, maar ik kom hier nooit in de stad. Oh, u komt hier nooit. Nee, oké. Okay. Krijgt voor mij wel een waarschuwing voor. Dat betekent dat u staat in het systeem. En als u het de volgende keer als het weer gebeurt, dan... Nou, dan kunt u er wel een bekeuring voor krijgen. Ja, begrijp ik. Ja. Nou, dan staat u in het systeem. Dan mag u van mij gaan draaien. En dan draait u gewoon, dat is de meest veilige manier. Gaat u even om de rode bus heen. Hier over het busstation neemt u gewoon dat perron A. En dan draait u eventjes voorzichtig om. Sorry, hè. Nou, kan iedereen een keer overkomen. Ja, kijkt u uit met wegrijden. Dikke mazzel voor deze bestuurder. Een vette boete blijft hem bespaard. Johan en Michael gaan weer door en stuiten op een vorm van overlast waar vaak veel meldingen over binnenkomen. Zwerfafval. Nou, als kan ik op die naam wel even zoeken. Nee, is weggescheurd.
23, 11. Jason. We fietsten op de Lange Gracht en dan zagen we bij de ondergrondse wijkcontainer heel veel karton. Grote doos en ook wat kleinere doosjes. Daar stond een adreslabel op met een naam. Niet helemaal volledig adres, wel een postcode. Ja, dan kom je toch eigenlijk best wel een eind. Hè? Je hoeft niet altijd de straatnaam en straatnummer te hebben. Want met de volledige namen, de voornaam en de achternaam van de persoon, postcode, kom je dus een eind. En ook via onze eigen systemen en via de politie kom je dan tot de adresgegevens. Dag mevrouw. Dag meneer. Niet schrikken. Mijn naam is Bos. Hallo. De reden dat ik hier sta, is dat wij net op de Lange Gracht reden bij de ondergrondse container. Ja. En er lag allemaal papier, ja, karton naast de container. Oh. En daar stond een naam op van u. Oh. En nu? Dus mijn vraag is van, wat is de reden dat het er ligt? Ik had mijn pas, maar de klep ging niet open. Waar toch geldt van, ik vind daar een stuk, twee doosjes die identiek zijn aan elkaar en twee grotere dozen. En die liggen bij elkaar. Twee grotere dozen? Ja. Ik weet niet wat van u is en wat niet van u is. Ik heb een kleine doos van Birkenstocks heb ik daar neergelegd. Dat is het enige. Ik kwam twee doosjes tegen die ongeveer dat formaat hadden. En twee een wat grotere kartonnen doos. Die zijn absoluut niet van mij. Nee, maar dat kan ik niet zien. Nou, dan hangen er camera's. Nee. Nou. Maar er ligt karton. Okay. En ik zie op een van die kartonnen dozen staat een adreslabel op. Ja. En dat leidt naar u. Oké. Okay. En dan kan ik niet filteren van of nou alles van u is. Feit is, het ligt ernaast. Ja. Het ligt gewoon op de openbare weg. Het kan zo de weg opwaaien. Er staat ook wat meer wind. Niet hier, maar wel in zijn algemeenheid is de wind wat harder. En dan waait het de weg op. En dat vinden we gevaarlijk. En dat had gewoon in de container moeten zitten. Ja. Dan wordt in de papierkrabbenbak. Dus, en dan hoor ik u zeggen, de pas werkte niet. Of de pas werkte wel, maar de container was gejamd. De container ging niet open. Maar dat wil niet zeggen dat u het dan naast mag leggen. Nou ja, ik zag dus die twee grote dozen daarnaast liggen. Toen dacht ik, nou, dan leg ik het ernaast. Ja, maar ik denk niet dat dat de bedoeling is. Nou, excuses daarvoor. Kan ik het oplossen? Ik heb het al weggehaald. Oké. Okay. Maar ik ga het wel een curve krijgen. Oh. Ja. Want dan moet u het meenemen. Is rond de 110 euro. Jee. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dank dat u het kon melden. Die twee grote kartonnen waren niet van mij. Nee. Dat u dat weet, want ik heb net nieuwe schoenen. Ik hoorde het zeggen. Dus, ja, nou ja, goed, prima. Dat is uw verhaal. Ja, het is niet goed, want het ligt ernaast. Het kan de weg opwaaien met een gevaarsetting voor voorbijrijdende bronfietsen, motoren, auto's. Hè, want het waait dan in één keer zo achter een container langs de weg op. Dat geeft ook een stukje gevaarsetting. En het verloedert de openbare ruimte. Dus vandaar dat we ook niet hebben gewaarschuwd hiervoor. Kan ik meteen betalen ook? Nee, u krijgt gewoon thuis krijgt u een krijgt u bekeuring. Daar staat op hoe je kunt betalen of dan wel in bezwaar kunt gaan. Het klinkt allemaal heel heftig, maar dat is alleen maar de wet. Hè? Nou, ik begrijp het. Nee. Maar ja, wat ik gewoon heel lullig vind is die klep gaat niet open. Dat is niet mijn probleem. Dat moet u melden bij de gemeente. Ja. Maar alle tweede containers waren dus defect. Want er zijn twee containers. Nee, één. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, dat was gewoon omdat ik echt haast had. Ja, oké. Okay. Maar dan maakt het verhaal dan weer anders. Ja. En ook al was het maar een heel klein doosje, als het dan dicht had gezeten, dan was het, als het echt maar alleen dat doosje is geweest, wat je zegt. Dat is echt. Daar durf ik echt voor in te gaan. Dan ga ik dan even uit of één doosje of vijf dozen, dat maakt niet uit. Maar dan, als het zo'n klein doosje is, dan kan je het ook gewoon mee terug naar huis nemen. Ja, dan hoeft het niet waar. Daar te liggen. Nee, dat u zegt waar. Ook, ik had haast. Krijgt u deze van mij terug? Ja, bedankt. Ik bedank u voor de medewerking. Krijgt u ongeveer binnen 6 weken een brief van het CIB? Komt door de buffbus. Staat ook, als u het er niet mee eens bent, hoe bezwaar kan maken, staat op de achterkant. Daar staat ook helemaal in uitgelegd hoe of wat. Okay. Ja? Vraag aan ons? Nee. Nee, oké. Okay. Sterkte met koken. Bedankt. Ja, oké. Okay. Fijne avond. Op Schouwen-Duiveland zijn handhavers Mortaza en Albert samen op pad. Zet hem maar even naast de vlag los. Hoi. Hallo. Pech onderweg. Ja, pech onderweg. Ga je hem van de rijbaan afkrijgen of ga je hem slepen? Er is een berger onderweg. Ja. Dus die, Lukt, zullen we even helpen om hem op het fietspad hier te zetten? Dan ben je vol van de rijbaan af. Ja? Zet we vrouw aan de kant, help je even. Hallo. Als jij erin gaat zitten, zullen we een duwtje geven, het fietspad op. Hij wil niet starten. Ja, maar duwen gaat nog wel, denk ik, of niet? Oh, het is een automaat. Oh.
Dan wordt het moeilijk, hè? Dan wordt het lastig, inderdaad. Ik kan proberen om... Ja, dat kunnen we proberen, inderdaad. Kijk of er iets van... Kijk of iets beweegt. Daarom. Oh, dat gaat er wel. Rechts, rechts, rechts. Direct het fietspad op. Fietspad. Rechts. Ja, yes. we gaan niet helemaal naar huis duwen. Yes, prima zo, ja. Hoor. Komt Ista uit Oosterland? Of geen idee wie er komt als berger. Ja, hier staat veiliger. Oké. Okay. Ja, bedankt. Hè. Ja, geen probleem. Is wat, hè? Ja. Dat is ook zo'n oude auto, maar... Ja. Zomaar ineens, of... Ja. Wel een mooie auto. Hij reed gewoon voor het effelijk. Ik hoorde de reutellijn stopte mee. Okay. Moest u nog ver, of? Nou ja, Sportje Landen. Oh, Sportje Landen, ja, dat is een stukje inderdaad. Ja. Ja. Maar goed... Hoop dat het meevalt. Ja, nou, we beter even naar kijken. Ja. Ja. Kan kleinigheid zijn, maar ja, dan houdt dat hij naar de garage. Ja. Ja. Hopelijk valt het mee. Nou, in ieder geval bedankt voor de hulp. Geen probleem. Graag gedaan. Fijne dag. Succes. Handhavers. Ze geven waarschuwingen en boetes, maar zijn ook niet te beroerd om te helpen.